We zijn hier vanmiddag op de kunstmarkt in de Schijlvorst. Ja, er is hier van alles te zien. Het is een aanloop van mensen de hele middag zo door. U ziet handwerkproducten, u ziet schilderijen, keramiek. Er wordt een workshop gegeven, tekenen. Er is heel mooi houtsnijwerk. Ja, er is eigenlijk voor elk wat wils. Vandaag hebben we kunstmarkt op het wijkcentrum. En die kunstmarkt had ik niet zo heel veel zin om in mijn eigen werk daar te gaan staan en dan de hele dag achter een kraampje staan. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik geef een gratis les portret tekenen. En daar zijn we nu met z'n allen mee bezig, hier. En ik merk toch wel dat mensen dat heel erg leuk vinden, vooral ook omdat het gratis is natuurlijk. Maar ook omdat je heel makkelijk een heel snel resultaat hebt. Kijk, deze mensen zijn dus spontaan binnenkomen wandelen. Nou ja, ik heb natuurlijk een beetje reclame gemaakt op Facebook. En maar dat is dan toch handig. Waar veel aanmeldingen zijn. Er zijn een paar leerlingen die al bij mij in de les zitten, die het wel leuk vinden. Nou, neem je vriendje, vriendinnetje, kennisje mee. En misschien komen er dan gewoon nog nieuwe leerlingen bij je. Ja, dat kan wel mooi stimuleren natuurlijk. Ja, maar er worden meer lessen gegeven, ook 's avonds. Dus ik zou gewoon het wijkcentrum binnenlopen. Want Ricky Verschuur, die geeft ook les. En er zit volgens mij nog iemand, daar weet ik de naam niet zo van. Maar ik zit in ieder geval woensdagochtend en donderdagochtend. En je kunt hier gewoon vrij binnenlopen en je aanmelden en gewoon leuk meedoen. Wie ben jij? Quintetijn. En wat brengt je hier? Mijn moeder zit hier op tekenles bij Rob en ik vind het heel leuk om te tekenen. Ik zie dat je heel druk bezig bent. Mm-hmm. Ja, ik ben hier om beter een gezicht te leren tekenen. En heb je ook zin om verder te gaan met tekenen? Ja, dat vind ik wel leuk. Mevrouw, wat heeft u op de kunstmarkt gebracht? Doordat mijn vriendin, Erna, die zit hier op schilderclub. Precies bij mevrouw, ik weet niet hoe ze heet. Maar die was even aan het kijken naar echt schilderijen en naar de kunst hier. Gewoon omheen wat mensen maken. En heeft u al het een en ander gezien aan kunst of aan creativiteit? Dat houtwerk vind ik heel leuk voor kerstspullen. Dus ik denk dat ik zoiets mee ga nemen. Zij is sinds kort begonnen met de buurtpreventie hier op de Schijlvorst. En we zijn haastig op zoek eigenlijk ook naar vrijwilligers die willen lopen. En dat is de reden waarom jullie hier nu aanwezig zijn? Ja, ook dat. En natuurlijk de mensen bewust van te maken dat een buurtpreventie op de Schijlvorst is. Ja, want het bestaat toch niet zo heel erg lang, hè? Nee, wij weten dat we op de Riet zijn ze begonnen. Ze zijn al 2 jaar bezig met de Riet. En we hebben hun om hulp gevraagd. Dus vandaar dat we eigenlijk hier zijn begonnen op de Schijlvorst. Omdat wij vinden dat de mensen om 7 uur 's avonds ook nog gewoon fatsoenlijk met de hond kunnen lopen. Zonder aangevallen te worden of rare mensen tegenkomen of criminaliteit. Noem maar op.